In de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. In de vorige afleveringen hebben wij de eerste gedeelte van de liturgie hebben we al besproken, namelijk het offertorium en het liturgie van het woord. Nu komen we aan bij de liturgie van de gelovigen. En de gelovige is puur omdat wij nu ook vanaf nu het moment aankomen dat het brood en het wijn ook echt zal veranderen in het lichaam en het bloed van de Heer. We beginnen de liturgie van het gelovige met de geloofsbelijdenis. En zoals het al zegt in het woord zelf, het is een belijdenis. Wij erkennen alles wat in de geloofsbelijdenis staat. Die is samengesteld uit de meerdere concilies die wij in onze kerk hebben gehad. En wij belijden alles wat daarin besloten is. Dat is eigenlijk ons kanon, ons geloof wat wij belijden. En in de oude kerk was het daarom ook echt dat mensen die niet geloofden of niet gedoopt werden, ook echt de kerk verlieten. Dus zij konden dan niet meebidden met het geloofsbelijdenis en gingen daarom toen ook de kerk verlaten. In waarheid geloven wij in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, behouden en geboren uit de Vader, leeft uit licht, ware God en ware God, geboren niet geschapen, enige wezen met de Vader, die als geschapen is. Hij is voor ons mensen en wil ons zelf de hemel neergedaald. Hij heeft vlees aangenomen en hij heeft vlees en de maag van Jezus mens geworden. En dan zien we eigenlijk dat de priester tegelijkertijd weer zijn handen aan het wassen is. Waarom is dat? Om te laten zien dat je rein moet zijn voor dit mysterie. Je moet volledig puur zijn, voorbereid voor dit mysterie. Zijn handen moeten daarom ook gewassen worden. En dat is ook een waarschuwing voor de rest van het volk, voor ons allemaal, dat als wij dit mysterie, dit sacrament tot ons nemen, als wij communie gaan nemen, dat wij ook voorbereid zijn. Dat we 100% voorbereid zijn op de communie. Vervolgens komen we aan bij het verzoeningsgebed. En verzoening houdt in dat er eigenlijk een gemeenschap is, eigenlijk weer een vrede is tussen twee personen. En in dit geval is er weer door Christus verzoening mogelijk geweest tussen de mensen en God zelf. Christus heeft daarvoor gezorgd door de verlossing hier op aarde. Maar dan vraagt hij ook tegelijkertijd aan ons om verzoening met elkaar te hebben. Vandaar dat we ook tijdens het verzoeningsgebed bidden, groet elkaar met de heilige kus. Dat houdt in dat we verzoening moet zijn tussen je medemens, zodat je überhaupt ook verzoening kan hebben met God. Hoe kan je anders verzoening hebben met God, als je niet eens met je mensen, met je broers en zussen hier op aarde niet eens goed kan zijn? Dus zoals er verzoening is gekomen door Christus tussen de mensen en God, moet er ook verzoening tussen de mensen zelf zijn. En wat doet de priester dan? Die houdt namelijk een velum of een lefefe in het Arabisch, houdt die vast heel erg omhoog en tegenover daar hem staat de diaken met een kruis heel hoog. En wat hadden we afgesproken over dat velum wat over de prosferien gelegd was, dat was eigenlijk het Romeinse zegel. En middels de verzoening tussen de mensheid en God is dat zegel helemaal verbroken. En hoe is dat verbroken? Door Christus aan het kruis. En daarom zien we ook dat de diaken het kruis heel erg hoog houdt en dat de priester eigenlijk het velum op een gegeven moment laat vallen. Alsof het Romeinse zegel verbroken is. Het Romeinse zegel op het graf is er niet meer. Het graf kan open. En inderdaad, het graf zal daarna ook gelijk geopend worden als de hele prosferien weer van het altaar gehaald werd. Alsof eigenlijk de steen weggerold is vanuit het graf, van voor het graf, door de engel. Dus zowel de Romeinse zegel is verbroken als de steen voor het graf is weggerold door de engel, door de kracht van het kruis. En dat zijn ook de enige momenten in de liturgie van de gelovigen dat de priester zijn handen onbedekt heeft. De rest van de liturgie heeft de priester zijn handen bedekt met de velum.
Maar tijdens dit moment heeft hij dat nog niet. En dit is eigenlijk een symbool van de naaktheid van Adam en Eva. Op dat moment was er nog geen verzoening tussen de mensheid en God en waren wij in een staat van naaktheid. En daarom was de priester nog ook zonder de velum over zijn hand. Daarna worden wij eigenlijk bedekt door de genade van Christus en dan bedekt de priester ook zijn handen met de velum. Voor de rest van de liturgie, behalve als hij zijn handen nodig heeft voor bepaalde dingen. Komen we aan bij de anaforen. En dat is een heel mooi gedeelte, eigenlijk een van de meest spiritueel krachtige gedeeltes van de liturgie. Want eigenlijk gaan wij hier met onze harten omhoog naar de hemel. En dat zit ook eigenlijk in het woord anafora. Als we dan kijken, anafora lijkt een beetje op het Arabische woord nafura. En wat betekent dat? Dat betekent fontein. Eigenlijk waarin het water van beneden naar boven gesproeid wordt. En dat is ook wat er met onze harten moet gebeuren tijdens de anafora. Dat wij onze hele staat eigenlijk meenemen van de aarde naar de hemel. Wij zijn niet meer op aarde dan, maar wij leven in een staat met Christus in de hemel. En God neemt ons dan mee. En het mooie is, zoals we al eerder besproken hebben, de gebeden komen overeen met de symbolen daarachter. De gebeden die dan gebeden worden door de priester en het volk, is dan verheft uw harten en wij reageren met z'n allen. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Onze volledige focus is dan op de Heer. Het is dan ook echt de bedoeling dat wij echt ons volledig richten op Christus en niet op de afleidingen van de wereld. De Heer zij met u allen. En dan tegelijkertijd daarna volgt ook gelijk de hymne van de cherubim. En dan zie je ook eigenlijk dat wij eigenlijk in dezelfde staat zijn als de engelen. En dan zeggen wij ook, de cherubim aanbidden u en de serafim verheerlijken u. En daarom zijn we dan ook echt helemaal in de hemel samen met Christus. U bent het die omringd worden door de cherubim verlogen. En de serafim met zes vlogels. Zo adur zonder of hart en lof en laat ons aandachtig zijn. De cherubim aanbidden u en de serafim verheerlijken u en roepen hem zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heer, de dit was het eerste gedeelte van de liturgie van de gelovigen. Volgende aflevering gaan we samen verder met de liturgie van de gelovigen en gaan we alle symbolen samen verkennen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zie jullie volgende aflevering weer terug. Glorie zij aan God, tot in eeuwigheid. Amen.